lief lachen. Tanden bloot. Dag, John. Hoe is het met jou? Ja, doe pop, daar gaat hij. Dag, John. Hoe is het met jou? Kurt. Dag, lief. Wat enig om je weer te zien. Oh, ik voel. Ik moest er boven lopen. Van het begin tot het eind. Alle tweede liefden zijn defect. Volgens dat portiertje beneden. Hoe moet ik dan vertoeren? Ik op de 12e verdieping komen, vroeg ik. Over de trap, zei hij. Tenzij u een paar vleugels onder uw jas hebt zitten. Nou, een mooi nummer. Die portier van jou. Ik... Ja, doe op, daar gaat hij. Dag, John. Hoe is het met jou? Kurt, dag, lieverd. Wat enig om je weer te zien. Oh, ik voel. Ik moest er boven lopen. Van het begin tot het eind. Alle tweede liefden zijn defect. Volgens dat portiertje beneden. Hoe moet ik dan vertoeren? Ik op de 12e verdieping komen, vroeg ik. Over de trap, zei hij. Tenzij u een paar vleugels onder uw jas hebt zitten. Nou, een mooi nummer. Die portier van jou. Ik zie hem zelden. Als hij één kapot is, is het al erg genoeg. Maar alle twee is puur sadisme. Ik hoop dat het niet dikwijls voorkomt. Je leest wel eens dat het gebeurt in flats onder de huurwaarde. Maar voor hier vind ik het een schande. Goeie hemel. De laatste drie trappen ben ik zo wat komen kruipen. Ik ben niet meer in training, daar komt het door. Herinner je je die tripcursus nog, die we samen volgden? Dat slankte meer af van het lachen dan van het trimmen. Nou, jij hoeft anders geen ons meer af te vallen als ik je zo bekijk. Ik hoop wel dat je goed voor jezelf zorgt. Hier naar binnen? Ja. Oh. Ja. Best leuk, ja. Zo. Hoeveel kamers zijn er? Goethe. Oh, sorry, ik was bezig met de voordeur. Hoeveel kamers heb je? Ik heb er maar twee. Deze hier in de slaapkamer en dan natuurlijk keuken en badkamer. Oh, meer heb je ook eigenlijk niet nodig. Makkelijk schoon te houden, nou je er een baan bij hebt. Ik heb er geen baan bij. Oh, nee. Maar ik dacht dat je een baan had aangenomen in een modezaak. Dat was niet zo'n succes. Oh, dat ik daar niets van weet. Ach, ik had ook veel eerder naar je toe moeten komen, maar we hebben een rottijd achter de rug. Eerst Erik's moeder, toen de grote vakantie. We hadden een Zwitsers meisje bij ons te logeren. Je weet wel, dat uitwisselingsgedoe. Nou, een ramp. Ik kan nog beter een molensteen om mijn nek kunnen hebben. Het was een enorme opgave. Lucy en Pip hebben er één keer bekeken en zijn toen voor de rest van de logeerpartij verdwenen. En mami kon er verder alleen rondzeulen naar musea en weet ik veel waar nog naartoe. En daarna kreeg ik griep. Jij ook soms? Ook griep? Nee. Ik dacht het even. Je wordt er zo slap van als een vaatdoek. We hebben het allemaal gehad, één voor één. Nou, het was afschuwelijk. En toen... Ach, weet je, er was steeds wat anders. Pas toen jouw brief kwam, drong het tot me door hoeveel tijd er alweer overheen was gegaan. Ik zei tegen Erik, die ziel zit er al meer dan 3 maanden en we hebben niets als... 5, om precies te zijn. Nee. 5? Oh, ik schaam me diep gewoon te gek dat ik je nou pas een aardigheidje voor je nieuwe huis breng. Voor je nieuwe flat bedoel ik. Beter laat dan nooit, moet je maar denken. Hier, alsjeblieft. En heel veel liefs van ons allemaal. Sorry dat het zo laat komt. 5 maanden. Meen je dat nou? Het was natuurlijk allemaal iets eenvoudiger geweest als je telefoon had gehad. Dan had ik nog eens kunnen bellen voor een kletspraatje. Zijn ze hier nog niet komen aansluiten? Wat duurt dat toch lang tegenwoordig? Heb je ze dan niet verteld dat je hier alleen woont? Ik dacht dat ze je dan voor lieten gaan... Kleinigheidje voor je porseleinverzameling.
Ik hoop dat je haar lief vindt. Ik was er meteen weg van. Ze doet me een beetje aan jou denken. Dat vond Erik ook. Zoals je eruit zag in dat stuk waar Laurie en jij in speelden toen wij net in het landje kwamen wonen, weet je nog? Dat stuk waarin jij naar een eiland werd gelokt door geheimzinnige stemmen. Mary Rose. Ja, precies. We waren toen meegenomen door de Rankins. Oh, je moet overigens daar hartelijke groeten van ze hebben. Jullie moeten Goethe en Laurie zien en Mary Rose, zeiden ze. Ze zijn geweldig. Het zou een beroepskunde zijn. Na de voorstelling zijn we toen allemaal naar hun huis gegaan voor een afzakkertje. Weet je nog? Ik weet het. En sindsdien zijn we maar doorgehold zonder ooit om te kijken. Nou ja, daar deed het beeldje me in ieder geval aan denken. Wel bedankt. We wilden je iets extra moois geven na al die tijd. Ik vind het reuze rot, echt waar. Niet dat ik nooit maar aan je gedacht heb. Zo dikwijls dat ik tegen mezelf zei, voor de Goethe nog maar in het landje. De mensen die jullie huis gekocht hebben zijn precies zoals ik al voorspelde. Weet je dat ze zelfs plastic rozen erop nahouden? Vandaag of morgen staat er een kabouter in de tuin. Een nepvijver is er al. Waar bewaar je tegenwoordig al die dingetjes? Huh? Nou, je prulletjes en vaasjes en zo. Waar heb je ze? Opgeborgen. Nou, dat is toch onzin. Het is allemaal veel te mooi om weg te stoppen. Waar is die beeldschone vitrine gebleven die je in het landje had? Die zou daar erg goed staan. Ik denk, verkocht zoals zoveel. En wat zonde. Toch vind ik dat je het ergens allemaal moet neerzetten. En die schitterende toneelprenten. En je had ook erg veel boeken. Dit is hier toch om gek te worden. Niet dat het geen aardige kamer is. Er is wel alles van te maken. De afmetingen zijn erg goed, maar het is zo kaal, niks voor jou. Ik heb wel eens tegen Erik gezegd als we bij jullie geweest waren. Het zijn dan wel een stel zonder kinderen, maar troep hebben ze genoeg. Maar gezellig. Het was ook goed gedaan allemaal. Je hebt je boeken toch ook niet verkocht? Nee. Nou, die moet je toch niet in kisten laten zitten? Haal ze toch uit. Ook de andere spullen. Je kamer zou er enorm op vooruit gaan. Ik heb er geen zin in. Waarom niet? Het was allemaal van ons samen. Ja, dat weet ik wel, maar ik... Ja, ik vind het een beetje ziekelijk van je, weet je dat? Ziekelijk? Ik weet wel dat je er niet tegenop komt toen je nog in het landje woonde. Maar dat was logisch met alle herinneringen om je heen. Daarom vond ik het zo goed van je dat je ging verhuizen. Dat hebben we je toen ook allemaal gezegd, weet je nog? Oh ja, allemaal. Helemaal los van de financiën. Was het gewoon nodig dat je ergens anders opnieuw ging beginnen? Dat was ook klaar als een klontje. Maar dit hier lijkt nergens op. Niet op deze manier. Het is net een hotelkamer, geen huis. Wel hoog hier, hè? Als jij je spullen liever nog niet om je heen hebt, dan kan ik daarin komen. Maar je moet eens beginnen met nieuwe dingen op te scharrelen. Mijn Chinese dametje kan daar een mooi begin van zijn. Ik weet wat. Zullen we vanmiddag wat gaan winkelen? Bij dingetjes kopen om de boel wat op te fleuren? Lijkt me een prima plan. Het uitzicht hier is ongelooflijk. Je schreef het al. Is dat St. Paul's Cathedral daar in de verte? Lijkt van wel, hè? Oh, en daar ginds is de toren van het postkantoor. Toch zit je hier wel erg geïsoleerd, vergeleken met het landje. Vooral als de liefde er een gewoonte van maakt om het af te laten weten. Heb je contact met de buren? Hm? Met de bewoners van de andere flats. Heb je er enig contact mee? Nauwelijks. Misschien had je beter een verdieping kunnen huren in een gewoon huis. Jammer dat er niet meer tijd was om rustig rond te kijken. Maar ja, je broer wilde dat je goed en wel ergens anders zat voordat hij weer naar het buitenland vertrok. Goed en wel ergens anders en vooral ver van zijn bed. Nee, daar vergis je in, dacht ik. Hij was erg ongerust over je. Ik herinner me nog dat hij dat tegen ons zei. Ach, loop toch rond. Ik was gewoon een rommelig detail dat nog even geregeld moest worden voordat hij terugging. Net als de belasting en de kostschool voor de kinderen. Nee, dat is beslist niet waar. Trouwens, wat kan het hem schelen? Zo intiem zijn we nooit geweest. Familie kan je nou helemaal niet uitzoeken, zoals je vrienden. Dat is zo. Weet je waar ik zin in heb? In
een kop koffie. Heb je het? Jawel, ik maak het even. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb mijn tong eens al leren lopen. Een lief keukentje, er is best wat van te maken. Goh, zeg, wat een regiment flessen. Het lijkt wel of je er een winkeltje mee wil beginnen. Zal ik ze buiten bij de voordeur zetten? Nee. Laat me nou maar even. Staat ze niet zo in de weg? Ik zag toch nee. Nou, dan niet. Waar staan je koffiekoppen? Ik moet ze eerst afwassen. Het is een mooi klusje voor mij. Het aanrecht opruimen en omwassen. Liever niet. Dan haal ik de melk even uit de koelkast. Doe tenminste iets. Ik heb geen melk. We zullen dat poeierspul moeten gebruiken. Je mag de boel niet zo laten versloffen, schatje. Moet je die aardappels nou eens zien daar in die hoek? Meer wortel dan aardappel. En moet de vuilnisbak niet eens geleegd worden? Het stinkt hier, hoor. Kan het raam open? Zo, dat is beter. Ik begrijp wat je voelt. Oh ja? Ja, ik begrijp dat het... Ja, zo alleen moet het niet eenvoudig zijn om nog ergens een beetje aardigheid in te hebben. Maar het is verkeerd om de boel te laten verslonzen. Je hebt de hele dag de tijd om er wat van te maken. Zo is het maar net. De hele dag. Dag in, dag uit. Wat is er gebeurd met die baan? Ik kon het niet aan. Bedoel je dat je al niet eens aan begonnen bent? Oh, jawel. Ik heb het geprobeerd. 3 weken heb ik het geprobeerd. Nou, misschien was het ook niet geschikt voor je. Maar waarom dan niet wat anders? Iets dat je wel ligt. Ik heb heus wel gezocht. Maar ik begrijp het niet. Nee, dat is wel duidelijk. Ik heb het er helemaal niet zo best aan toe. Had ik het maar geweten. Ik dacht dat het goed ging met je, dat je je draai had gevonden. Ja, maar had dat toch geschreven, Goethe? Dat heb ik gedaan. Oh ja, in antwoord op onze kaart uit Guernsey, hè? Maar je schreef niet. Je vertelde ons niks. Ik schreef, kom naar me toe. Ja, dat zou ik ook gedaan hebben, dat weet je toch. Maar toen kwam net die onmogelijke Helga. Enfin, nou weet ik het. En ik ga hier een eind aan maken. Er zijn vast en zeker clubs en zo voor mensen in jouw omstandigheden. Er zijn bendes weduwen die een gezellig leven leiden. O ja? Je moet alleen even uitkijken hoe je je bij zoiets aan kunt sluiten. En we gaan ook een andere baan voor je zoeken. Echt serieus rondkijken naar iets dat bij je past. Waar je een boel aardige mensen ontmoet. En natuurlijk ben je altijd van harte welkom bij ons in het landje. Je neemt gewoon de bus. Nou ja, misschien moet je overstappen. We vinden het enig als je komt. Ik schenk wel even op. Je komt maar wanneer je wilt. Ook behalve de weekends, dan hebben we vaak mensen. Maar verder kom je als je zin hebt. Gezellig in je oude buurtje. Ah, ik weet zeker dat de Renkens het ook enig vinden om je weer te zien. Gisteren zei Betty nog tegen me dat ze je de volgende maand een avondje zou vragen. Ze heeft een reuze knappe broer, een tandarts in Aberdeen wonen. Hij komt volgende maand bij ze logeren en zijn jullie gezellig met z'n viertjes. Jij nog steeds met een beetje melk? Of wil je liever zwart, omdat er geen echte melk is? Geef mij maar zwart. Zo, daar ben ik. En dan nog iets. Jij moet minder gaan roken. Ik geloof dat ik jou eens flink moet aanpakken. Ik wil er wat onder verwedden dat je ook niet behoorlijk eet. Een flinke warme maaltijd zou jou geen kwaad doen, meisje. Je hebt toch wel gehoord wat ik daarnet zei over een andere baan zoeken en zo. En dat ik welkom was in het laantje wanneer ik me wilde. Dat spreekt vanzelf. Behalve als je mensen hebt. Hm? God, nog aan toe, wat ben ik dan? Ben ik geen mens meer sinds Laurie dood is? Natuurlijk wel. Is het een soort gebrek aan goede smaak om alleen te zijn? Ik bedoel dan... Nou, zeg op, wat bedoelde je dan? Nou ja, het is een kwestie van oneven aantal en zo. Ja, daar heb je gelijk in. Je moet niet zo overgevoelig zijn. Neem me vooral niet kwalijk. Het slaat natuurlijk nergens op. Je man gaat dood. Je moet een soort harnas van gewapend beton om je heen bouwen... om je te beschermen tegen de opduvels die je van alle kanten krijgt. Nou, het spijt me zeer, maar mijn harnas ligt in Diggelen. Sorry, dat was een stomme opmerking. Natuurlijk kan je ook de weekends komen. Je kunt komen wanneer je maar wilt. Hier, drink je koffie. Ik heb geen zin in die rotkoffie. Nou, ik wel. Heb ik je verteld dat de Stilwolds gaan verhuizen? Ze gaan in de buurt van zijn zuster wonen. Doe nou, Goethe, het zal je goed doen. Ik heb je niet gevraagd voor koffie en kletspraat. Waarom dan wel?
Ik moet bekennen dat ik me dat al zat af te vragen. Wil je het werkelijk weten? Ik heb je gevraagd om je te bedanken. Bedanken? Omdat je zo'n geweldige steun voor me geweest bent. Ik vind niet dat ik dat verdien. Meen je dat nou? Ik weet heel goed dat ik je de laatste maanden verwaarloosd heb en daar heb ik erg spijt van. Maar nou ben ik toch hier? Ja, ben je. Als een vreemd soort engel van barmhartigheid. Zo was je vroeger nooit, John. Vroeger waren we vriendinnen. Dat zijn we nog. Oh, nee. We zijn totaal van elkaar vervreemd. Ik wil je helpen, dat is alles. Door me te behandelen als een tweederangswezen. God, omdat ik nou die ene onhandige opmerking heb gemaakt. Het is het niet alleen. Het is gewoon een van je betere rotopmerkingen. Jij hebt me destijds zelf de eerste grote opdonder gegeven, als je dat maar weet. Ik? Ik weet niet eens waar ik het over heb, hè? Nee. Herinner jij je dat feestje nog, dat je vorig najaar gaf? Jazeker. Jij en Erik wilden per se dat ik kwam. Ja, we vonden het hoog tijd dat je weer eens een beetje uitging. Dat vond ik ook. Mijn huisarts zei hetzelfde. Pillen helpen prima, zei hij, maar je moet weer onder de mensen. Dat is nog veel beter voor je. De moeite die het me kost om te gaan. Het was de eerste keer dat ik ergens kwam sinds... ik in mijn eentje. Niet dat ik nou overgesteld werd met invitaties, dat niet. Gek dat je bedenkt dat de schoorsteenmantel altijd vol stond met uitnodigingen toen we nog met z'n twee waren. Gewapend met de pillen van de huisarts dook ik in het diepe. En het ging prima, dat zei iedereen. Het was ook zo, het lukte me. Zonder ook maar één keer een traan uit te barsten. Zonder die vermorzelende pijn in mijn binnenste te krijgen. Voor mezelf een grote meid. Ik was echt een stapje verder gekomen, dacht ik. Misschien zou ik dan toch kans zien om alleen een zelfstandige persoonlijkheid op te bouwen. En toen... toen was het tijd om naar huis te gaan. Erik bood aan om even weg te brengen. En jij zei ineens met een keiharde stem, zodat iedereen het kon horen. Nou, vooruit dan maar. Maar ik weet precies hoe ver het is naar Curtis huis, dus denk erom dat je meteen terugkomt. Ik voelde me doodziek worden. Iedereen keek ineens naar me met andere ogen. Het was maar een grapje. Ja, ja. Een grapje. Ik stond ineens te kijken als een levensgevaarlijke verleidster van echtgenoten. Omdat jij dat nog wel zei. Het was misschien maar tactloos. Ik vroeg niet om tact. Ik vroeg om aanvaarding. Van mezelf, alleen. Ach, dat was weer zo'n stomme opmerking die een mens soms maakt. Ja. Vooral vrouwen. Tegen vrouwen, alleen. Ik heb het gemerkt. Het mag dan de eerste opmerking van het soort zijn geweest. Het was bij lange na niet de laatste. Er zou een dictionair moeten worden samengesteld van grote opmerkingen en nodeloze steken onder water aan het adres van weduwe en gescheiden vrouwen. Een paar van die stekeligheden, je bent weer even ver van huis. Niet eens, je bent veel verder van huis. Op een goed moment geen weerstand meer. Je krijgt het altijd van vrouwen. Van jou, van Diane, van Betty Rinkens, mijn zogenaamde vriendinnen. Toch geloof ik dat je wat overgevoelig bent. Helemaal niet. Mankeren jullie toch allemaal? Zijn vrouwen geen mensen voor andere vrouwen? Of kunnen wij alleen tot volle menselijke wasdom komen via de aanwezigheid van een man? Nou, praat je net als een dolle mina. Dacht jij nou heus dat ik Erik zou proberen te pakken? Nee, natuurlijk niet. Het was niet alleen die opmerking trouwens. Maar nog andere dingen. Als hij aanbood om iets voor me op te knappen in huis, dan had jij de pest in, dat kon ik merken. En je was dolblij dat ik ging verhuizen, waar of niet? Stel je niet aan. Het is wel waar. Ik kon de steen van je hart horen vallen tussen alle goede wensen en het uitwuiven door. Belachelijk gewoon. En daarom wil je me ook niet op de stoep hebben in de weekends. Nog afgezien van het feit dat ik een droeve noot ben in de algehele vrolijkheid, gaat het ook nog eens een keer om Erik. Want dan is Erik thuis, nietwaar? Het is toch te gek om los te lopen. Was je beste vriendin, dat dacht ik tenminste. Waarom was ik dan niet te vertrouwen? Het ging niet om jou. Het ging om Erik. Ik weet dat hij het zo nu en dan probeert bij andere vrouwen. En hij was altijd al dol op je, dat weet je heel goed. Maar dat waren toch alleen maar grapjes? Het konden ook alleen maar grapjes zijn toen Lori er nog was. Maar ik zie hem er best toe in staat. Erik denkt aan niets anders.
Ik doe net of ik niks in de gaten heb, maar ik ben niet gek. Ik weet ook van die ordinaire blonde tut op nummer 18. En die Australische secretaresse van hem. Kamer van de domme. Dat is de makkelijkste manier. Maar mijn verdriet is er niet minder om. Nee, hij had het bij jou ook geprobeerd, zo vast als een huis. En ikzelf dan? Stel dat hij het geprobeerd had, dacht jij dan dat ik daarop zou ingaan? Vertel me niet dat jij je mannenmening erop nahoudt ten aanzien van weduwe, snakkend naar een vent in bed, ogen van wie pakt me. Denk jij nou heus dat ik dat zou kunnen? Met Laurie was het. Het vrolijke weeltje en de stoute gescheiden poezelkop kan je rustig vergeten, die staan alleen in gewaagde blijspelletjes. Zal ik jou zeggen hoe het werkelijk is? Om je man te verliezen? Als een amputatie van een arm of een been. Voelt je incompleet. Niks heeft meer zin. De bodem is eruit gevallen. Je reden van bestaan is er niet meer. Dus dan moet je op zoek naar een andere reden. Heb ik gedaan. Herinner jij je Stella Lawson nog? Die nicht van Eric? We hebben het er vast wel eens met je over gehad. Dat vrouwtje dat een man verloren heeft bij een treinongeluk. Ja, die. Ze was in het begin net als jij. Eenzaam, bitter. Hé, ja. Wat zeg ik nou weer verkeerd? Het is ook zoiets wat je dan krijgt. Ze doen je af met bitter als je het lef hebt om te protesteren tegen de manier waarop je behandeld wordt. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat je er zo tegenover staat. Nou, vertel verder. Wat deed Stella? Legde zij zich neer bij het feit dat ze onvolwaardig was geworden? Nee. Ze deed haar kinderen in een dagverblijf en nam een baan aan op de personeelsafdeling van een groot concern. Een baantje van niks in het begin. Ze had het ook alleen maar aangenomen om niet uit haar huis te hoeven. Maar ze heeft daar een schitterende carrière opgebouwd. Ze heeft een soort opleiding gevolgd en nou is ze zelf chef personeelszaken geworden. Ze heeft geluk gehad. Ze had kinderen. Zij moest door. Oh, ik wilde. We hebben altijd tegen elkaar gezegd dat wij geen kinderen nodig hadden. We hadden genoeg aan elkaar. Dat hadden we ook. We vonden dat we het prima geregeld hadden. Als we naar jullie keken met jullie eeuwige probleem van babysitter plus de nodige kinkhoest en mazelen ellende. Maar die paar laatste weken, toen het woordje hoop geschrapt was van het lijstje met bruikbare taal, dacht ik wel eens. Had ik maar. Toen was het te laat. Maar met het oog op een baan zou het nu een voordeel kunnen zijn. Jij hoeft je daar niet op te winden over schoolvakanties en zo. Voor jou zijn er legio mogelijkheden. Voor een vrouw van middelbare leeftijd met MMS. Ach, er is vast wel ergens een gezellig baantje. Ik heb al 3 gezellige baantjes achter de rug. Ja, maar. Dat is juist de beroerdigheid. Ik kan me permitteren om een beetje te hannissen met gezellige baantjes en het erbij neer te gooien als iemand een rotopmerking maakt of als ik vind dat ik beduveld word. Stella Lawson werkte om haar gezin te onderhouden. En als ze klaar was met haar werk, dan holde ze naar huis om de was te doen en eten te koken en zich kapot te werken met een doel. Niet voor dit hier. Dit hier zou oergezellig kunnen zijn, dat heb ik al gezegd. Leuke zonnige gordijnen, schilderij aan de muur. Dingetjes hier en daar, dat zou een enorm verschil maken. Gordijnen? Denk je dat dat de oplossing is? Wat praat je toch negatief? Dat is anders niet mijn uitgangspunt geweest. En wou je nou werkelijk mij de schuld geven? Omdat ik een paar niet bedoelde stommiteiten heb gezegd. Ik vind dat niet helemaal eerlijk. Je zegt zelf dat ik niet de enige was. Nee, maar voor mij wel de belangrijkste. Hoe moet ik je nou aan het verstand brengen dat het me vreselijk spijt? Meer dan ik kan zeggen. Geef me dan nu de kans om mee te denken en er iets goeds van te maken. Luister naar me. Knap die flat op, ga naar de kapper, zoek een leuke baan en zit die telefoonkerels achter hun vodden. Dat heeft totaal geen zin. Ach, natuurlijk wel. Geen wonder dat je je geïsoleerd voelt op een 12e verdieping met niet eens een telefoon. Je leest die dingen voortdurend in de krant. Zeg dat je weduwe bent, dan kom je op een urgentielijst. Ik sta op geen enkele lijst. Niet op een lijst, maar je hebt toch. Ik vond het de moeite niet waard. Ik had telefoon in het laantje, geen hond belde me meer op. Nou ja, zoiets belachelijks heb ik nog nooit gehoord. Als er iemand een telefoon nodig heeft, dan ben jij het wel. En televisie moet je ook hebben.
Ik hou niet van televisie. Ik weet wel dat Laurie en jij het nogal chic vonden om geen televisie te hebben, maar... Dat had niks met chic te maken. We hebben er nooit over gepeinsd. Als we geen repetitie hadden s'avonds, dan lazen we of we luisterden naar muziek of we praten samen. Of we gingen met elkaar naar bed. Wij hadden geen televisie nodig. Ik vind dat je er nu wel een nodig hebt. Het kastje kijken. Het middel tegen alle kwalen. Draai om die knop en je vervalt in stomzinnige vergetelheid. Er zijn soms geweldige dingen tussen de rommel door. En het is in ieder geval beter dan te zitten staren naar de vier muren. Ik zal morgen een voor je huren. En als ik dan toch bezig ben, bel ik meteen de telefoondienst voor je op. Nee, dank je. Ik probeer je te helpen, Goethe. Weet je laat? Dat is je niet. Ik begin me nou echt kwaad te maken. Het is nooit te laat. Toch wel. Nou ja, als je er zo over denkt, dan heeft het ook geen zin dat ik nog langer blijf. Ik pak zelf mijn jas wel. Ik kan me voorstellen dat je ergens je gram wilt halen, Goethe. Maar ik zie niet in waarom ik dat nou moet zijn. Oh nee, zie je dat niet in? Je weet waar je me kunt vinden als je van gedachten verandert. Daar. De deur. Hij klemt. Hij zit op slot, geloof ik. Ja. Ik wil eruit. Nee, nog niet. Wat zeg je? Oh, heb ik je dat niet verteld? Je krijgt nog een voorstelling. Voorstelling? Ik ben nog niet klaar met je. Moet je de grap voorstellen? Ik vind er geen steek aan. Dit is belachelijk, Goethe. Vooruit, schiet op, geef me die sleutel. Dat kan ik niet. De sleutel, Goethe? Er is geen sleutel. Stel je niet aan. Er is er geen. Natuurlijk is er een. Niet meer. Ik heb hem weggegooid. Wat zeg je? Ik heb hem naar beneden gegooid, over de rand van het balkon, toen je het uitzicht bewonderde. Er zit dus niets anders op dan dat je blijft, nietwaar? Ik ga gillen. Wie hoort dat? Ik heb geen idee wat jij van plan bent, maar ik heb er meer dan genoeg van. Waarom wil je me hier vasthouden? Ik mag je niet helpen, je hebt geen zin in kletspraat. Ik zou wel eens willen weten waar je nou wel zin in hebt. En schij in godsnaam uit met het eeuwige roken. Wie je zal van dat graf in helpen? Toevallig wel, ja. Nou, dan ben je aardig op weg. En ik wil jou wel bij als ik het doe. Nou zeg, als je nog wat weet... Het is het enige dat me overblijft. Als jij lol hebt in dat theatrale gedoe... dan moet je maar weer lid worden van de toneelvereniging. Ik had dood moeten gaan toen hij doodging. Goethe, ik weet dat het nu allemaal reuze rot voor je is, maar... Dacht je soms dat het er over 5 of 10 jaar beter uit zou zien? Wie weet. Misschien hertrouw je. Zou dat niet enig zijn? Er zijn mensen die dat doen. Hoor ze dan weer bij het menselijk ras. Ik heb genoeg van het menselijke ras. Ik stap eruit. Zo moet je niet praten. Ik blijf niet bij praten. Ik heb het al een tijd van tevoren gepland. Op vandaag. Ik begrijp je niet. Ik had er natuurlijk ook stiekem uit kunnen knijpen. Dan had je het in de krant gelezen. Tragedie op de 12e verdieping. Eenzaamheid van treurende weduwe. Maar ik dacht bij mezelf. Ik dacht, waarom moet zij verdorie buitenschot blijven? Je bent ziek. Reactieve depressie noemde de dokter het. Laat me die dokter dan halen. Nu. Om me weer pillen voor je te schrijven. Misschien zijn ze dit maar rood met groene puntjes. Heb je mijn collectie alles gezien? Hier, kom maar mee. Alsjeblieft. Zoek maar uit. Grote pillen, kleine pillen, ronde pillen, lange pillen. Pillen om wakker te blijven. Om te slapen. Om kalm te worden. Om vrolijk te worden. Pillen voor elke gelegenheid. En het stelt allemaal geen moer voor. Jij hebt meer nodig dan pillen alleen. Hoe dacht je dat? Kom met me mee. Je huisdokter vindt vast wel een plaatsje voor je ergens. Bedoel je een gekkenhuis? Een plek waar je rust krijgt. Rust! En de juiste behandeling. Ja, ik heb gehoord over die instellingen. Ze lappen je weer op met een dun rijgdraadje van de society-psychiatrie. En als je dan weer enigszins aanvaardbaar bent, in te passen in de sociale gedragspatroon, wat dat dan ook mogen zijn, dan word je opnieuw voor dezelfde leeuw geworpen. Nou, ik ben geen Daniel. Deze keer wordt het anders. Niet waar. Daar zorg ik voor. Wat dan? Hoe dan? Me te logeren vragen als het gesjochte familielid. Mag ik zo nu en dan een vluchtige blik op Erk slaan, voordat je me de deur uitfrommelt? Dat is niet eerlijk. Niets is eerlijk. Als alles eerlijk was... Als... In het begin heb ik me bijna van kant gemaakt. Dat was toen ik terug naar huis ging. Toen het afgelopen was. Ik wist dat het nog maar een kwestie van dagen was. Maar toch, toen ze me zeiden... De zuster trok het laken over zijn hoofd. Net als in het film. Het is allemaal zo... Zo theatraal. Niet echt. Toen ik later wegging,
vroegen ze me of ik een handtekening wilde zetten voor zijn eigendom. Net alsof ik belastinggeld terugkreeg. Het werd allemaal op de tafel uitgestald. Zijn pyjama, zijn portefeuille. Alle goede wenskaarten voor een spoedig herstel. Er was er een met een grote blauwe olifant. Stond op, ik trompet, kom gauw uit bed. Ik nam een taxi naar huis. Ze vonden het beter dat ik zelf niet reed. En de hele tijd voelde ik niks. Pas toen ik de voordeur opendeed en zijn rubberlaarzen in de hal zag staan. Ik liep door het huis en overal. Alles wat we samen hadden gekocht of wat we elkaar gegeven hadden. En in de badkamer, daar lag zijn scheergerei. Dat moment was ik ertoe in staat. Maar de kleine stem van God of gezond verstand zei, niet doen. Ik wou dat ik er niet naar geluisterd had. Maar ja, misschien was het me ook niet goed gelukt, nietwaar? Foute slagader of zoiets. Hou op. Maar nou heb ik de tijd gehad om na te denken. In godsnaam, hou op. Het is verbluffend hoeveel methoden er zijn als je er goed over gaat nadenken. Maar ja, bij alles is wel een addertje onder het gras. Kijk er toe, alsjeblieft. Ik had een handvol van deze hier kunnen innemen om mee te beginnen. Ik doe het zelf, euthanasie-assortiment op kosten van het ziekenfonds. Maar het duurt te lang, hè. De kans bestaat altijd dat je er op het laatste moment toch nog iemand bijroept. En het laatste dat ik wil is wakker worden in een ziekenhuis. Ik moet iets radicaals hebben. Toen bedacht ik ineens dat ik het hier vlak bij de hand heb. Wat bedoel je? Radicaal en succesverzekerd. Maar kom, vanaf de eerste verdieping kan het nog mislukken, maar niet van de 12e. Dat meen je niet. Dat zul jij eens zien. Nee, John. Pas op als je durft. Nee. Blijf staan. Mijn laatste sigaret. Heel toepasselijk. Het lijkt me alleen zo'n verspilling. Van wat? Van alles. Van al je talenten. Wat voor talenten? Jij en Lori konden zoveel dingen. Lori en ik wel, ja. Ik was 17 toen we elkaar leren kennen. Dat is net een week van school. Alles wat ik ooit gedaan heb, deed ik met Lori. Alles wat ik ben. Hij heeft me gemaakt. Hij leerde me naar muziek te luisteren. Toneel te spelen. Hij hielp me met het kiezen van mijn kleren. Hij liet me de boeken lezen van die schrijvers waar ik het meest van hou. Hij leerde me zelfs auto rijden. En hij leerde me lief te hebben. En denk je dat hij wil dat je dat nou allemaal wegsmijt? Het is toch niet nodig dat aan alles een eind komt? Het is definitief een eind aangekomen. Het enige dat hij me niet geleerd heeft, is hoe te leven zonder hem. Ik weet zeker dat hij zou willen dat je de dingen die hij je geleerd heeft goed gebruikt. Heb je er wel eens aan gedacht om toneellessen te geven? Of... En dat doen ze tegenwoordig op scholen, wist je dat? Nou goed, misschien vind je dat niks. Maar er zijn meer dingen waar je goed in bent. Jij hebt de gemeenschap heus wel het een en ander te bieden. Ach, schijt toch uit met die onzin. De gemeenschap kan me missen als kiespijn. Dat hebben ze me dan ook duidelijk laten merken. Denk dan aan je broer en zijn vrouw. Jij weet kennelijk niks anders meer. Het volgende onderwerp dat je bij de kop pakt is zeker godsdienst. Bespaar je de moeite. Je brengt me toch niet op andere gedachten. Er is namelijk geen enkele goede reden waarom ik er niet uit zou stappen op dit ogenblik. Oh, jawel. Er is een verdomd goede reden. Wat mag die dan wel zijn? Dat ik bij God niet inzie waarom ik voor de rest van mijn leven met een schuldcomplex ten aanzien van jou moet rondlopen. Laten we zeggen dat dat de prijs is die je betaalt voor vriendschap. Wat voor vriendschap? Jij beweert maar steeds dat ik jouw vriendin was. Dat dacht ik, ja. Jij pikt mij eruit om me de schuld van alles te geven. Alsof ik een verplichting aan je heb. Ik verwachtte van jou meer dan van anderen. En daar heb jij verdomme het recht niet toe. We waren helemaal geen vriendinnen. We dronken wel eens een kopje koffie samen, meer niet. Maar we waren geen van alle vriendinnen in het landje. We leenden wel eens een beetje suiker van elkaar. We wisselden recepten uit, we roddelden samen, wat meer niet. We waren vriendinnen bij toeval. Zo zou je het kunnen noemen.
En als het niet schikte, dan deden we de luiken dicht. Jij was daar zelf een meester in. Ik... Oh ja, jij kon dat prima. Ik heb heus wel eens behoefte gehad aan een echte vriendin. Toen die vreselijke periode meemaakte met Erics moeder. En toen Lucy steeds naar het ziekenhuis moest voor oogonderzoek. Ik heb je een keer opgebeld. Zomaar. Een soort SOS. Ik wilde even met iemand praten en jij zei... Mag ik je straks even terugbellen? Lori en ik zijn bezig op het moment. Maar je deed het niet. Je vergat het. Jullie waren altijd zo verdiept in elkaar. Jij beleed je vriendschap alleen maar met woorden. Met welk recht verwacht je dan meer van mij? Nee, durf het niet doen. Laat me los. Nee. Laat me met rust. En ik verdom dat. Als ik dood wil, dan is dat mijn zaak niet. Je hebt mij erbij gehaald, weet je wel? Zie je zo. Pas op het Chinese dametje. Helemaal kapot. Stil maar. We lijmen het weer aan elkaar. Hoe dan ook. Bedankt. Door Jill Higham. Vertaling: Josephine Soer. Rolverdeling: Goethe, Eva Jansen. Joan, Lies de Wind. Technische realisatie: Tom Prudon. Assistentie: Bram Hengeveld.